zit. Saar zit. Saar zit. Saar zit. Saar denk je, maar hier okay. Lijkt het op zit. Eten. Zit. Saar af. Even Saar laten zien, jongens. Zo. Saar af. Nou, laat Saar maar. Saar is ook uit de video Ik en mijn pony. Ah. Ah. Saar rol. Saar rol. Nee. Saar denkt, wat blijft mijn snoepie dan? Ah. Rol. Nou, Tess, we gaan even iets anders opnemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus 4:00 AM. En wat gaan wij doen? De moeder halen. En van die hele grote... moorkoppen. Die. Want het is vandaag Koningsdag. En bij ons heb je de bakker. Oh, ja, Hofkamp toch? Yes. En die gaat elke Konings- of Koningendag om 4:00 open. En dan zijn ze tot 12:00 open. Ja, want wij willen niet in de rij staan. Klopt. Daar hebben we niet zoveel zin in. Voor de beste tompoezen van Nederland. Ja. Dus dan, als je dan toch wakker bent, kun je net zo goed tompoezen gaan halen. Even laten zien. Dat het serieus. Echt 4:00 AM. Echt 4:00 AM is. En we zijn ook niet in Amerika. Het is echt 4:00 AM. We gaan. Ja. Ja. Jongens. Lopen maar. We vrezen het ergste. Er staat een rij. Er zijn al mensen die 4:00 er zitten. Vorig jaar waren we om 5:00. Dan was het rustiger. Ja. Willen we niet in de rij staan? Maar koek zo goed voor niet. Jee. Check dan. Het wordt steeds drukker. De rij wordt steeds langer. Maar het is wel gezellig, jongens. Een volle bakkerij. Het gaat allemaal om een paar tompoezen. En hier gaat het allemaal om, jongens. Tompoezen met slagroom, tompoezen zonder slagroom. En de moorkoppen. We have to push. Tada. En chocola en koek, want daar had ik zin in. Niet achteruit, loop maar gewoon. Ja. Alleen, het is nogal veel. Het is veel, ja. Goed. We hebben ze. Nu kunnen we ze weggeven. Ja. En opeten. Ja. Lekker? Ja. Nu honger? Nee. Oh. Wel een beetje. Het is zaterdagochtend, Koningsdag. En vandaag mogen de paardjes op de wei. Christine is even de tussenhek aan het dicht doen. Anders hebben ze ineens een heel groot weiland. En daar is mijn prinses. Je blijft achter mij, Tess. Koud? Ja, dan kun je aan mijn oren voelen. Kijk, wel hele warme oortjes. Nou, ik heb daar een heel stuk over gehoord van Jacob. En dan kan je alleen thermometeren, dus ik ga geen deken op doen. Maar dat maakt niet uit, dat is prima. Maar jij blijft achter mij, ja? Omdat ik dat zeg. Ja. Hallo paard, heb je er zin aan? Ja? In optocht. En jij loopt voor ons. Daar hier achter is Bel en Tess. Waarschijnlijk wat drukker worden. Een vrouw die vindt het denk ik ook wel een soort interessant. Maar die blijft altijd wel chill. Ze moet even rennen. En ja, die is in één poging. Nee joh, ik kan je heus niet meer rennen. Ze zijn gewoon blij op de wei. Blije eieren. Woe, zo! Woe, en ja! Lekker hoor. Nou, ik moet het. Woe, zo. Ja, normaal willen ze in ieder geval een rondje rennen, maar ja, niet misschien komt het wel.
Goedemorgen. Ik heb net geslapen. Ik heb mijn uurtjes weer ingehaald. En ik ben moe. Nee, ik hoop dat ik vanavond nog kan slapen. Maar het is vandaag nog steeds zaterdag. Het is 5:30. Ik kan een paar uur in de molen doen. Zondag vandaag. Verder niks bijzonders. Behalve dan dat er een video online is gekomen van waarom we bellen te koop gaan zetten en hoe we daar dan over praten. Hi! En verder eigenlijk niks bijzonders. Dus we gaan vandaag even rijden. Het regent, dus het zal de binnenbak worden. En ja, die spullen bijna. En ja, Tess en Bel gaan rijden en ik ga rijden. Dat was hem eigenlijk al. Maar ze is aan het opstappen en aan het afstappen. Waarschijnlijk om te oefenen. Dit mag ze niet, hè. Ze moet wachten. Gewoon wachten met stilstaan. Brave pony zijn. Zonder dat je de teugels vasthoudt. Maar ze denkt er nog steeds anders over. Dus Tess die oefent gewoon. En terecht. Ja, nee, toch niet. Zullen vast mensen gelijk roepen, ja maar het is slecht voor het zadel, slecht voor de rug en moet met een blok. Ja, op zich heb je gelijk, het moet met een blok. Maar ze moet ook leren dat er soms gewoon zo opgestapt wordt. Dus dat is belangrijk en het is ook belangrijk dat ze gewoon stilstaat. En als de oefening niet lukt, dan moet je de oefening herhalen. Net zolang totdat het wel lukt. En dat is belangrijk, anders dan krijg je wegloperige ponies die niet luisteren. En dat willen we natuurlijk niet. Ze gaat straks naar een heel lief nieuw ruitertje. En dan is het de bedoeling, want dan is ze nog jong. En rent Bel niet weg of zo. Maar ze moet gewoon wachten tot het tijd is dat de ruiter zegt, we gaan wat doen. En dat doet ze niet. Dus dat gaan we nog even oefenen de komende maanden. Regenachtig en we hebben mazzel. Er is verder niemand in de bak. Het is de dag na Koningsdag, dus tot, misschien is iedereen gewoon lekker moe. Dan hebben wij gewoon mazzel, dat we helemaal alleen kunnen rijden. Zoals je net zag, Tess aan het oefenen met opstappen en ik ga gewoon rijden, want wij hoeven niet meer te oefenen met opstappen, want vooral in 17, en je weet donders goed dat als je niet stilstaat, dat ik dat niet zo leuk vind. Tess heeft inmiddels een enorm opstapje erbij gepakt, dus dat kunnen we ook nog even bekijken. Tess gaat op een enorm opstapblok, gaat ze opstappen. Bel blijft heel braaf staan. Heel goed Bel, zo moet het. Dit is wat we zoeken. Kijk, zo braaf is ze dan, hè. Want meestal doe ik Bel namelijk het helemaal goed. Zoals jullie op kinderkanaal hebben kunnen zien, is Kim gestart met Verona in de L1. Nou is Verona al verder getraind. M2 geloof ik, weet niet precies. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen jaren best wel veel dingen gehad. Eén aan elkaar wennen. Ze is natuurlijk koliek geweest, hoesten, nou ja, weet ik het wat allemaal gehad, we hebben kreupelheid. Dus nu pas L1, geen enkel probleem. Kim is ook gestart, niet ik. En de jury zei dat ze eronder ingesteld moest worden. Er moest meer verschil, beter verschil zijn tussen middengalop en gewoon arbeidsgalop. En de zijgangen moest ze meer buigen en ook vloeiender doen. Dus dat hebben we nu geoefend en eigenlijk ging het vandaag heel erg goed. Ik ben echt super, ik jeuk aan mijn neus, jongens, niet te filmen. Maar ging echt heel fijn. Ik ben heerlijk gereden. Dus daar ben ik trots op, Roontje. En wie weet ga ik ook nog eens keer L1 starten. Geen idee of ik dat doe, maar ik vind het wel prima. En Veronica is ook helemaal trots op zichzelf. Ja, ja. Ze heeft echt lekker gelopen vandaag. Ze deed super goed. Misschien ligt het wel aan ons nieuwe hoofdstel. Ja, is het gewoon makkelijker dan of zo. Ik weet het. Maar het is in ieder geval een heel fijn hoofdstel. En super fijne teugels. Ik ben vandaag klaar met rijden. Oké. En mama is heel lekker rijden. Het gaat super goed. Als we klaar zijn, dan breng ik er altijd naar de poepschep. En dan gaan we poepscheppen. En vandaag vond Verona dat we klaar waren. En waar ben ik gestopt? Even kijken of we dat kunnen filmen. Kijk, bij de poepschep. Dat is denk ik haar manier om te zeggen, het was goed zo baasje, ik stop ermee. Dus ik ga poep scheppen. Dus beter zo, dan zitten mijn vingers niet voor de camera. En we gaan nog even buiten uitstappen, want het is eigenlijk wel eens lekker nu. Maar vanaf het 5 graden zei Christine, dus zo meteen moeten we wel weer de dekens op.
Maar dan moet je wel eerst eventjes een beetje droog zijn. Van het harde werken. Is je wind niet helemaal nat. Maar dat is best gedaan. Ik heb vandaag geoefend met rijden. Omdat ze dan, als ik opstap, dat ze dan stilstaat. Daar hebben jullie ook een stukje van gezien. En ik hoop dat het goed is gegaan. Nou, het is goed gegaan. Omdat ze natuurlijk wel stil moet blijven staan als ik opstap. Ik ben op verschillende manieren afgestapt. En vond ze raar. Maar ze vond het ook wel grappig of leuk. Paardengevoelens snap ik nog niet helemaal. Ja, wij gaan nu naar huis toe. Ga ik lekker kippetjes eten. Oh, lekker. Maandag vandaag. Even kijken of de microfoon aanstaat. Ja. ik ga samen met Tess even een video stuk opnemen over Bel zelf. Dus die video die komt zondag al online. Dus deze week vlog is later dan die video. Maar ik zal hem linken. En dan kan je het hele verhaal van hij van Bel zien. Over de fokker en over de moeder en haar halfzusje en allemaal dat soort dingen. Dus dat is misschien ook wel leuk om een keer te kijken. En ik heb weer een nieuw petje. Ja, dit keer van Montar. Ik ben er blij mee. Dus we gaan eventjes een stukjes video opnemen nu. Oh, wacht even dan krijg je van mij de microfoon, alsjeblieft. Het is vandaag zondag. Wil je wat zeggen, Bel? Blijkbaar niet. Mijn mede-presentator is stil. Zo, zo zit wel beter. Ik ga vandaag rijden op Bel. Niet gisteren, want gisteren was ik gaan slapen. Dat is te leuk. Nee. Ik weet niet of je toch wel wat zeggen. De kindertjes zijn buiten aan het losrijden, denk ik. Oh nee, ze gaat er wel weer overheen. Oké. Jullie ook? Romeo. Nou, dan kan ik wel hier blijven. Ja, keurig. Goed zo, okser. Netjes! Ja, keurig, goed gedaan. Ja, keurig. Ja, netjes. Keurig. Ik vond het heel erg goed gaan. Uiteindelijk hebben we toch nog een heel parcours kunnen springen. Oh, ik ben super trots. Zo, weer een moeilijke video opgenomen, maar hij is ook weer op video. Tess, die doet een beetje moeilijk ineens. Tess die vraagt van, moest je nou bijna huilen? Ik zeg ja, maar dan komt die om de bel weggaat, dat vind ik ook heel vervelend. Maar ik vind het nog vervelender dat Tess het vervelend vindt. Dus dat is het een beetje. Nou ja, voorlopig hebben we eerst nog even een nieuw ruitertje nodig. Wat ben je aan het doen? Ik wil heel zielig. Huh? Ik ben ook wel een beetje zielig. Ja. Maar nu mag je lekker rijden. Ja, op bellen. Goed zo. Ja. Het is vandaag dinsdag en ik ga vandaag lekker losjes rijden.
tot morgen natuurlijk een erge inspanning is, omdat wij naar Pixiedag toe gaan. En dan gaan we heel veel verschillende dingen doen. Daar heb ik super veel zin in. Dus nu maar even rijden. We rijden nu ongeveer een week met het Montour hoofdstel en dat gaat heel erg goed. Ze lijkt meer ontspannen, rustiger, makkelijker rond te rijden en ze lijkt het ook heel fijn te vinden. Dus dat is heel positief. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat ik ontspannen of meer ontspannen, ik weet niet. Teugels vind ik heel veel makkelijker omdat je gewoon meer grip hebt. En wat ik heel fijn vind is dat het allemaal netjes aansluit zonder te knellen. En Veroon die heeft op zich een smal hoofdje, ook al lijkt ze niet zo heel smal, kijk. Maar ze heeft wel een smal hoofd. En zoals je ziet sluit het gewoon netjes aan, maar kan mijn vinger hier gewoon heel prima onder. Hier kan mijn vinger nog helemaal prima onder. En natuurlijk kan je het zo strak maken als je zelf wil. Dat snap ik ook wel, maar ja, op een of andere manier lijkt het zich gewoon makkelijk aan te sluiten. En weet je dan waar je je riempjes vast moet maken. Dat is aan de andere kant ook zo. Wat ik heel gaaf vind is, ik zal dit even losmaken. Wat ik echt heel gaaf vind is dat dit een roldingetje is. Kijk, zo. Dus als je daar het riempje in doet, zo, kan je dat heel rustig, kan je dat op zijn plek brengen. Wat ik nu wel doe als ik klaar ben met rijden is hem gewoon los, niet meer loshangen. Vroeger deed ik hem gewoon los, maar nu doe ik hem op het laatste gaatje. Ja. Nou, voor menig dresseurruiter zal dit er heel normaal uitzien. Voor mij is dit zeker, nadat ik er nu pas een paar minuten op zit, is dit al wel heel laag voor Verona. Normaal gesproken heeft ze haar hoofd echt nog helemaal in de lucht en ze heeft de oren zelfs opzij. En dat kunnen we bij Verona ook niet heel gauw hebben. Dus ik denk toch dat het hoofdstel echt helpt. Morgen is Bixie en we moeten heel erg vroeg weg, dus de trailer is ingepakt. En wat hebben we, Tess? Ik ga jullie even een kleine trailerroom tour geven. Oh jee. Beginnen we hier. Zo. We hebben hier de schoonmaakdoekjes. En een plek om je jas te hangen. Uh-huh. Gaan we hierheen. En hier het zweeprek. Ik heb een korte en een lange zweep meegenomen. Dat ik voor verschillende dingen ga doen. In mijn hoofdstel. Ik heb hier een leerhalster voor sporen en een martegaal voor zekerheid. En dan een zadel en singel. Een dekje. Ik heb er net mee gereden. Het is nog een beetje nat. Ik heb hier dan spullen van morgen. Voor als we in de ochtend, als we dan gaan. Heb ik peeskappen en een reeptex. En heb ik daar. Hierin zit een extra lang touw. Zit een massageborstel en nog een set achter peeskappen voor de zekerheid. Dan heb ik nog een extra spoorriem dat er leuk in moet zijn. Ja. Dan heb ik snoepies. Dat is altijd handig. Ik heb dan hier een hapje en biks. En dan heb ik extra worteltjes meegenomen voor het lekker. De poetstas heb ik net op helemaal niet ingericht. Dan heb ik hier nog een krukje. Want dat je dan hier kan zitten. En op het krukje. Heb je een cap en laarzen? En daar is een laarzen en hier is mijn cap. Heb je een single? Een single. Heb je een zadel? Hier is een zadel. Hoofdstel? Hoofdstel. Dekje. Ja. Alle andere dingen kunnen we kopen. Ja. Zo, goedemorgen. Het is vandaag woensdag en het is 1 mei. Dus dat betekent dat ik naar Pixiedag toe ga. Yay! Dus we zijn nu Kim ophalen en daarna gaan we naar de Marese toe. En dan gaan we naar Ermelo. Zo, we zijn onderweg naar Pixiedag. Kijk. Ja, de microfoon staat aan. Wat hebben we gevangen? En ik moet mijn moeder zeggen dat we Kim hebben gevangen. Wauw. Moeder zit daar achter het stuur. En dan daar. Oh, hi Kim. En dan achter ons, ja daar, is de trainer. En er zit Bel in. Dus we zijn onderweg en we hoeven nog maar 3 kwartier. Zo, we zijn er. We gaan even door stalletje opzoeken en dan moet Tess een beetje opschieten. Ja. Want die moet zo een kiezen doen.
En daar is Kim. En Kim komt koekjes scheppen. Kim, je bent de beste. Kom Tess, we gaan. Hallo Kim, ben je er klaar voor? Nee. Waarom niet? Dit kan niet. Nee, hij is kapot. Ik ben ook niet zo... Je hebt hem gewoon gesloopt. Ik niet? Binnen twee dagen. Hallo, deze hier ik heeft hem niet gesloopt. Ik pakte... Binnen 2 dagen. Het is gewoon kapot. Ik ben ook echt oprecht verdrietig. En ik heb de pest in. Maar ik heb hem niet gesloopt. Die dame ik daar. Ook niet. Wel. Nee. Wel. Nou ja, we gaan even de trailer op slot doen. En ik ga even een ander petje pakken. Dan kan je zo vol t-shirt doen. Zo, we hebben weer een momentje, jongens. Niet achter daar, je moet er eerst zien. Oké, wel. Vind je er wat van? Waarom doe je dat, Kim? Vraagt ze. Hier wel. Ik zou hem nu niet open doen. Dan vraag je natuurlijk af waarom ze dat doet. Nou, dat doet ze omdat ze gaat groomen voor een dag. En daar een video van maken. Ze staat enorm te trillen. Ze vindt het heel spannend. Ja. Dan stel jij daar even gerust, Tess. Einde paraplu maar, Tess. Nou, dit was het. Dat komt omdat ze vandaag groen voor een dag gaan doen, maar dan dit keer zoals we dat bij de familie 1 doen. Dus dat we goed alles van voren continu in beeld brengen. Ja, even een rondrijden. Ik wist niet dat ze zoveel schriktraining zou krijgen in haar box ook gelijk, maar... Hé jongens, we moeten naar Voltige. Ja. Ik ga nu naar de Voltige. Nee, dat kan niet jongens, afgesloten. We moeten zo. Oh. Oké, ik heb wel een grappig idee eigenlijk. Ja. Oh, Kim heeft een grappig idee. Voor mijn video. Ja, voor kindervideo. Nou, dat wordt spannend. Ja. We gaan het allemaal meemaken. Nou, Tess gaat zich inschrijven voor de Voltige. Inschrijven. Dan gaat zich even aanmelden. Tessa Otterham. Goed. Ja, en daar moet je even bij staan. Ja, waar heb je staan dan? We staan nu nog in de trailer. Nou, ze hebben 2 paarden. Zo 1 stal. En daar zijn de stilstaande bokken. Ik ga fotograferen om niet te rijden op YouTube. Oké, alle kinderen die fotografen doen. Als het brood te dik is, krijgen we dit. Ja. Krijgen ze het niet doorgesneden, de kindjes? Zo eten ze het maar uit het vuistje. Ja. Niet gespannen is. Precies. Even kijken. Ik heb een kamer wel. Gaan we zo van de hand veranderen? Van de app?
Wel is deze pauze niet meer grazen. Dan kan Tess even eten. Zo, dan kan Tess even ezel knuffelen. Blijf het wel. Wel is jaloers. Bel zegt hallo, hallo, ik ben voor de knuffels. En Kim die blijft op afstand kijken. Kim, je moet knuffelen. Hier, je wordt knuffeld. Je pony. Nee. Nou, dat had makkelijk een balk hoog gekund. Ja, en nu van je pony afspringen, hè? En dat skip je wel. Heel snel naar het podium toe, hè? Ja. Wel met je billen op die bal gaan zitten, hè? Toch nog iets moeilijker dan dat je denkt. En als je dan bij het podium bent, dan sla je op de bel en dan ga je op het podium staan. En dan doe je net zo wie je meegeprijs hebt gewonnen. Maar dat is niet een foto van jou maken. Oh, even omdraaien. Zo. Kom maar, Tess. Goed zo. Hey, bedankt voor je deelname. Dit is nieuw. Bel maakt kennis met de kip. Oh, het gras is toch interesseerder dan... Ja, was. Het is nogal een beestenboel hier. Hier hebben we ook nog een kip. En Kim heeft besloten dat ze vrienden wil worden met de kip. Of toch niet? Toch niet. Maar daar op de tafel heb je ook gewoon een geit. Ik bedoel, mocht je zeggen, joh, ik wil nog een geitje aaien tijdens het eten, dan kan dat. Daar is een geit. Kim gaat vrienden worden met geit, of niet? Compleet kinderboerderij hier. We gaan even naar Joyce. Joyce, je bent er weer. Ik ben er weer. En we hebben al zoveel obstakeltrainingen gedaan. En ondanks dat weet je elke keer weer iets anders ervan te maken. Hoe doe je dat? Ja, ik weet het niet. Gewoon elke keer een ander parcours neerzetten. En toch elke keer weer iets anders meenemen. Ja. Ja, zodat het ook leuk blijft voor degene die elk jaar weer komen, zoals jullie. Zodat Bella toch nog iets spannend vindt. Ja, toch vond ze nu weer dingen spannend inderdaad. Ja. Maar ja, inmiddels heb je zelfs ballen op haar gegooid, zag ik. Ja, we hebben ballen erop op haar gegooid. Ik heb een ander vliegengordijn. En wat vond je zelf het leukste, Tessa? Ik vond die balkjes heel leuk en dat sprongetje daar. Ja. En het zeiltje daar wou ik ook wel heel graag over. Ja, nou, superleuk. Dan heb ik nog een vraag. Geef jij ook zomerkampen? Nee! Ik vind dat eigenlijk wel een heel goed idee voor jou. Ja. Dan doe je al die kinderen gewoon op een luchtbedje en dan kan je ze de hele week dit soort dingen leren. Dan krijgen we allemaal circusponies thuis. Ja, en dan net als vandaag 48 kinderen.
Nee. Je neemt gewoon een klein groepje en dan maak je er een heel kampje van. Dat dacht ik al. Dus ik heb een nieuw idee voor je. Ja, nou Jade en ik hebben het er wel over gehad dat we een keer zoiets, zo'n trainingskamp willen doen voor de kinderen. Maar ja, als je dat organiseert wil je dat wel goed doen. Dus, we moeten nog even een jaartje wachten. Ja, dit jaar niet denk ik, nee. Jongens, als jullie vinden dat Joyce gewoon een trainingskamp moet beginnen voor deze ontzettend leuke obstakeltraining, laat het hieronder in de comments achter. Dan weten ze in ieder geval hoeveel mensen ze kunnen verwachten. Ja, als jullie zouden komen dan. Ja, kijk, als heel veel mensen dat leuk vinden, dan gaan we dat gewoon regelen. Precies, dus ik zeg zoveel mogelijk mensen hieronder even zeggen, ja Joyce, we komen. Ja. Je hoeft alleen maar te zeggen, ja Joyce, we komen. Hashtag ballenbak. Hashtag ballenbak, ja. We hebben Christine vandaag niet mee, dus dat gaat niet zo goed. Dat is te merken, zeg Kim. Dat klopt ook wel. We zijn al bij het verkeerde ding terechtgekomen. We moesten bij iets heel anders zijn. We waren namelijk bij Joyce en Jady voor de obstakeltraining, terwijl we schriktraining hadden. Nee, we hadden het Soso Bixie spel. En nu moesten we, dacht ik, om 4:10 meedoen aan het Bixie Kids spel. Maar dat is 4:50. Maar dat is 4:50, dus ja. Chris, ik kan het niet. En Bel, die wacht en die kijkt en die wacht en die kijkt. 20 wachten. Ja, zoiets. Anders we hadden de tijd verkeerd ingeschat. Nee, ik. Sorry. Alweer. Ja. Je vreet de bal, toch? Ja. Oh. Ik neem de microfoon aan. Ja. Ik ga alle spulletjes ook opruimen, bel haar hapje geven. En dan gaan we lekker naar huis toe. En dan ga ik morgen naar Daan. Oké. Het is vandaag donderdag en we zijn bij Daan. Ik ben met Bel nu aan het instappen, omdat ze het nog een beetje spannend vindt. En ik ben benieuwd hoe het gaat. Zo, we zijn weer terug van Daan en meisjes hebben les gehad. Trailer schoon, paardjes op stal en ik ga even de trailer terugzetten. Daarna ga ik naar huis en eten. Mm-hmm.